is so good to be in The Hague. Het is goed om hier vandaag te zijn in Den Haag. Because at my age it's really good to be anywhere. Omdat op mijn leeftijd het goed is om überhaupt ergens te zijn. But I have, like Errol said, just watched the church grow over the years. Ik heb zoals Errol net heeft gezegd, de kerk zien groeien over de aantal jaren. And it hasn't really stopped. En het is nog steeds niet gestopt. It's fantastic days. Het zijn echt mooie dagen. 2020. 2020. Think about it. Denk erover na. It was only 20 years ago we were thinking about year 2000. 20 jaar geleden zaten we nog over het jaar 2000 te denken. Now we're in 2020. Nu zijn we in 2020. And this is going to be the best decade of all. En dit gaat de beste decennia van alle tijden worden. Everywhere I go, overal waar ik heen ga, people are expectant. Zijn mensen aan het verwachten. And looking forward. En ze zijn aan het kijken naar. To what God is going to do in the next period. Wat God gaat brengen in het aankomende periode. So make sure you're a part of it. Dus maak dat je er deel uit van maakt. Keep involved. Blijf erbij betrokken. Keep connected. Blijf connected met iedereen. These are the good days. Dit zijn de goede dagen. Errol and Matilda, you have become good friends. Errol en Matilda, jullie zijn goede vrienden geworden. And you have shown yourselves to be incredibly good leaders. En jullie hebben laten zien dat jullie geweldige leiders zijn. They have gone through the ups and downs. Jullie zijn door tops en dalen gegaan. They've had children. Jullie hebben kinderen gekregen. Everyone knows that's an up and a down. Iedereen weet dat dat tops en dalen zijn. And now they've got grandchildren. En nu hebben ze zelfs kleinkinderen. But they have grandchildren in this house too. Maar ze hebben zelfs ook hier kleinkinderen. And sons and daughters in this house. En zonen en dochters in dit huis. And if you're watching by the direct link. En als je kijkt via livestream. That includes some of you out there. Daar horen jullie ook bij. So congratulations on all God's done in the last period. Dus gefeliciteerd met alles wat God heeft gedaan in jullie leven. And I think for The Hague, as we pray. En ook service. Thank you. In the next service. Als we bidden voor de volgende dienst. For Josh. Voor Joshua. It's another start of another period of time. Is it a new start for a new period in tijd? Amen. Amen. All right, so I want to read to you four verses. Ik ga met jullie vier versen lezen. And then we're going to explain those. En dan gaan we die uitleggen. Because vandaag. They'll come very quickly. Here they are. Want hier komen ze heel snel. Here's the first one. Hier is de eerste. He bent over and looked in at the strips of linen lying there, but did not go in. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. The next one says, de volgende is, a priest happened to be going down the road. When he saw the man, he passed by. So too a Levite passed by. Toevallig kwam er een priester langs, maar toen hij het slachtoffer zag liggen, liep hij met een boog om hem heen en kwam ook een leviet langs. Er kwam ook een leviet langs. The next verse says this, unless I wash you, you have no part with me. Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. And the last one in Hebrews for now is, let us draw near with a sincere heart, with full assurance that faith brings, having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience, and having our bodies washed with pure water. En de laatste in Hebreeën staat, laten we God dan naderen met een oprecht hart en een vast geloof, nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. All right, now, when you read the New Testament, als je het Nieuwe Testament leest, there are two main people in the New Testament that we focus on. Zijn er twee mensen in het Nieuwe Testament waar we op focusen? The first one is Jesus. De eerste is Jezus. And the second one is Paul. En de tweede is Paulus. But they did two different things really. Maar ze zijn twee verschillende dingen aan het doen geweest. Jesus created the church. Jezus heeft de kerk gecreëerd. With the word that he put out into all creation. Met het woord dat hij in de creatie heeft gebracht. He said, nothing will stop me from building my church. Hij heeft gezegd, niets zal mij stoppen van de kerk bouwen. And that was a creative moment. En dat was een creatief moment. But he never told us how to build a church. Maar hij heeft ons nooit verteld hoe we een kerk moeten bouwen. Or how to structure a church. Of hoe je een kerk moet structureren. That's what Paul did. Dat is wat Paulus ons heeft geleerd. Paul talked about building the church. Paulus praatte over de kerk bouwen. Structuring the church. De kerk structureren. So they did two different things. Dus ze deden twee verschillende dingen. Paul built on the steps of Jesus. Paulus bouwde verder op de stappen van Jezus. Jesus was limited to a very small geographical location. Jezus had maar een klein geografisch gebied. But Paul went all over the globe as far as he could go. Maar Paulus ging zo ver als hij kon reizen.
Jesus ministered mainly to Jewish people. Jezus die was vooral aan het onderwijzen naar Joodse mensen. In fact, he didn't want to have much to do with us guys, us Gentiles. Jezus wil eigenlijk helemaal niets met ons heidenen te maken hebben. He said some pretty rude things to the Gentiles. Hij zei zelfs hele slechte dingen over de heidense mensen. Once he said to a Gentile, "What have I got to do with you, you Gentile dog?" Hij zei zelfs tegen een van de heiden, "Wat heb ik met jou te doen, jij heidense hond?" You might be horrified at that, but that's in the Bible. Je zou misschien geschokt zijn daarover, maar het staat echt in de Bijbel. Paul, however, was talking to the Gentiles. Paulus daarentegen die sprak juist met de heidenen. And the Jews. En de Joodse mensen. So he had a broader scope to bring into the church. Dus hij had een veel grotere plek met mensen. Jesus mainly worked with Jewish people. Jezus was vooral met Joodse mensen aan het werken. And he was bringing the Jewish nation into an understanding. En hij was de Joodse mensen iets aan het leren begrijpen. Of the next phase of God's work. Voor de volgende fase van Gods woord. So almost every time you read the works of what Jesus was doing, dus bijna altijd als je hetgene leest wat Jezus aan het doen was, it always included water, was het altijd iets met water, and ritual cleansing, en met schoonmaking. You see, for the Jewish person, kijk voor een Joods persoon, water was the cleansing agent that made them right before God. Maakte water je schoon voor God. So they would often do lots of cleansing. Dus ze maakten zich vaak schoon. They had lots of baptisms. Ze gingen zich vaak laten dopen. Lots of washing going off. Ze werden veel gewassen. Jesus talked about rivers of living water. Jezus sprak daarom ook over levend water van levend water. They were washing themselves to be clean in dirty, filthy, stagnant water. Want ze leerden zichzelf om schoon te maken in vies water. This was a huge thing to the Jewish person. Dit was iets heel groots voor de Joodse mensen. If you hadn't cleansed yourself, als je jezelf niet had schoongemaakt, by washing of water, door jezelf te wassen met water, you weren't right before God. Was je niet goed voor God? To them, to be right before God was the washing of water. Voor hun om goed te zijn voor God was het wassen van met water. So they went through all sorts of things. Dus ze gingen door allerlei dingen heen. All these traditions. Al deze tradities. All these patterns. Al deze vaste patronen. All this process. Al dit hele proces. So that God might accept them. Zodat God ze misschien zou accepteren. In the chief priest's house. En in het pastershuis. They would have these huge washing swimming pools. So hadden ze deze grote zwembaden. They were very deep. Ze waren heel erg diep. And they were very dirty. En ze waren heel erg vies. The water would sit in there for 8 months a year. Het water zat er 8 maanden per jaar it in. It was probably green. Het was misschien zelfs groen. It stunk. Het stonk. They would have 4 or 5 of these pools in their house. Ze hadden 4 of 5 van deze zwembaden in hun huis. They would walk down the steps into the pool. Ze liepen met de trap het water in. Wash themselves clean. Ze zouden zichzelf schoon wassen. Being acceptable to God. Zodat ze geaccepteerd zouden kunnen worden door God. And you could never go out the steps you came up. You had to go out another set of steps. En je kon niet dezelfde trap op als je ook af was gegaan het water in. If you go out the steps you came up. Als je dezelfde trap opging waar je ook in kwam. Came in on, you would be unclean again. Dan zou je weer onschoon zijn. And you'd have to go through the whole procedure all over. En dan zou je het hele proces opnieuw moeten doen. That's a little like today. En zo is het ook een beetje vandaag. In many ways. In veel verschillende manieren. Because people have traditions. Omdat veel verschillende mensen tradities patterns, hebben. Patronen. Processes. Verschillende processen. That they hope God will accept. Dat ze mensen hopen dat God they die patronen are trying accepteert. To be clean before God. Ze proberen schoon te zijn voor God. By practicing certain things. Door verschillende dingen te oefenen. Even in the church today. Zelfs in de kerk vandaag. Even as Christians. Zelfs als christenen. This is one of our bad habits. Dit is een van onze slechte gewoontes. If I do these things, als ik deze dingen doe, God will accept me. Zal God mij accepteren. If I do it this way, als ik het op deze manier doe, God will love me more. Zal God mij meer van mij gaan houden. If I practice this process, als ik dit proces uitoefen, I'll be right before God. Zal ik goed zijn voor God. Our traditions, onze tradities. Sometimes we think they're enough to be right before God. Soms denken we dat die genoeg zijn om goed te zijn voor God. But they never are. Maar ze zijn nooit genoeg. So let me quickly recap the verses. Dus zal ik snel even door de versen weer heen gaan. The first one talked about the disciples. Eerst ging over de discipelen. Who had heard Jesus had risen again. Die hadden gehoord dat Jezus opnieuw was opgestaan. So they ran to the tomb. Dus ze renden naar het graf toe. Now you've got to remember. Je moet onthouden. This is the highlight of their experience. Dit is het hoogtepunt van hun hele ervaring. Everything Jesus said, alles wat Jezus had was verteld, now happening. Was nu aan het uitkomen. He was not in the tomb. Hij was niet in het graf. But they did not go in. Maar ze gingen niet het graf in. Well, they were Jewish. Want ze waren Joods. They wouldn't go in. Ze zouden niet naar binnen because gaan. Then they'd have to go and be ritually cleansed. Want dan hadden ze zich weer moeten laten schoonmaken. If they went in,
Als ze binnen waren gegaan, they would be dirty. Zouden ze vies zijn. God would not accept them. God zou ze niet meer accepteren. They have to go through a many hour process of cleansing themselves. Ze moeten dan weer een paar uur lang zichzelf reinigen. Can you imagine? Dus kun je je voorstellen? That everything you'd heard, alles wat je gehoord hebt, about Jesus, over Jezus, had now happened, dat nu gebeurd wordt, but your tradition, maar jouw traditie, kept you back from experiencing the word. Weerhoudt je van hetgene om Gods woord te ervaren. Many people, veel mensen, never experienced God. Ervaren God nooit. Because their tradition, want hun traditie, their way of doing things, hun doen van dingen, their religious pattern, hun religieuze patronen, gets in the way, staan in de weg. And they never experience en ze maken het nooit mee. Because it's not the way they think it should be done. Want het is niet de manier hoe zij denken dat het gebeuren this moet. This is a real problem in Europe. I've lived here 25 years. Een echt probleem in Europa. Hij woont hier al 25 people jaar. People have all these traditions. Mensen hebben al deze tradities. They come from hundreds of years ago. Ze komen van misschien wel honderden and jaren geleden. This is how you know God. En dit is hoe jij God kent. But God often does things, maar God doet vaak dingen. And they miss out, en dan missen ze dat. Because their tradition holds them back. Want hun traditie houdt het tegen. The second story, het tweede verhaal. It's actually a parable, het is eigenlijk een is two vergelijking. Religious leaders, zijn twee religieuze leiders. Jewish religious leaders, twee Joodse religieuze walking leiders. Down the road, die langs het and pad a man lopen. Who's been beaten up. En die man die daar geslagen ligt. And they see him lying there, en ze zien hem daar liggen. But they cross the other side, maar ze gaan naar de andere kant van de weg. And carry on walking. En gewoon verder met lopen. Sometimes that picture has been of these religious men looking at this man and putting up their nose in the air and oh, this is disgusting. Soms wordt het zelfs laten zien dat mensen dat er twee religieuze leiders helemaal hun hoofd opheffen en denken, dit is vies. Oh, this is terrible. Dit is iets waar we niet mee te and maken willen not hebben. The case here. Maar dat is het geval hier the niet. Case is they were on a journey. Ze waren op een weg to do some religious duties. Om religieuze taken te voldoen. And they te had doen. Practiced the washing and cleansing process. En ze hadden zich net schoongemaakt. If they touched that man, als ze die ene man die op de grond lag they zouden aanraken, complete their journey, zouden ze hun weg niet kunnen because they would have to go back home again. Want dan hadden ze zich weer naar huis moeten gaan. And wash all over again. En weer dat hele reinigingspatroon moeten doen. It wasn't that they didn't have a heart for the sick people. Het was niet dat ze geen hart hadden voor die zieke man. It's their tradition got in the way of their heart. Het was die traditie die in de weg lag voor die zieke mensen. They had to get that right first. Ze hadden dat eerst goed moeten hebben. They felt they had to be right before God. Ze dachten ik moet eerst goed zijn voor God. Before they could ever do anything here, so they washed and washed and washed. Voordat ze überhaupt iets goeds konden doen hier op aarde. Dus ze waren maar aan het wassen, aan het wassen, aan het wassen. Christianity. Christelijke mensen. And its leaders. En hun leiders. We have a heart for people who are suffering and in need. We hebben een hart voor mensen die aan het lijden zijn. But we don't want to let the stuff of doing our godly practice get in the way of reaching out and ministering to those people. Maar we willen niet de dingen die we met God connecten soort van in de weg laten liggen aan de mensen te helpen. The third one, en het derde is the story of Paul. Peter. Is het de vers van Paulus? The disciples and Jesus had been on a long journey. En de discipelen die zijn op een lang verhaal op een lange they come back to a house. Ze komen terug bij een huis. And the first thing they have to do is wash. En het eerste wat ze moesten doen is wassen. They have to wash their feet. Ze moeten hun voeten wassen. And usually somebody would come and wash their feet. En normaal was iemand hun voeten because voor zich. Washing was a Jewish practice. Want een wassen was een Joodse traditie. In this case Jesus got down. In dit geval kwam Jezus and naar beneden. And he started washing their feet. En hij begon de voeten te wassen van de discipelen. And what did Peter say? En wat zei Petrus? You're not washing my feet. Je was mijn voeten niet. Bold Peter. Heel erg stoute Petrus. He was always the courageous one. Hij was altijd de bemoedige. I think Peter was slightly bipolar, to be honest. Hij was misschien wel een beetje bipolair. He was up and down and there and that. Down and top en naar beneden. And Jesus said to him. En Jezus zei tegen if I can't wash your feet, als ik jouw voeten niet kan wassen, I can't wash any of you. Kan ik niemand van jullie wassen, zei Jezus. Meaning cleansing. Betekent dus wassen, schoonmaken, reinigen. Meaning something like the cross was coming. En dat betekent iets dat het kruis eraan zat te komen. And then Peter, en toen Petrus, he says, hij zei, wash all of me then. Was mij helemaal dan. Up, down, over, top, there, daar, around, overal, there. Hier, daar, zo. Remember, he's the guy who took the sword to the garden. Hij was degene die het zwaard meenam naar de tuin. And he pulled out a sword. En hij had toen het zwaard gepakt, die Petrus. I'm sure if we had a camera there, Jesus would have been shocked to see the sword. Ik denk als ze daar toen een camera hadden neergezet, dat Jezus echt geschokt was dat Petrus een zwaard had. What are you doing with this sword? Wat doe je met dit zwaard hier? I told you I would die for you. Jezus had al verteld, ik ga dood voor je. And he starts slashing around with the sword. En Petrus die begint te slaan.
He cuts off an ear of one of the soldiers. Hij slaat een oor af van een van de soldaten die Jezus gaat oppakken toen. Jesus looks at him. En Jezus kijkt naar hem. And thinks, man, you need some pills for this. This is not good. Hey, Petrus, jij moet wat pillen slikken of zo. Dit is niet and goed. And then the first instance of plastic surgery took place in Scripture as Jesus leant down and put the ear back on. En toen was het eerste geschiedenis van plastische chirurgie plaatsgevonden dat Jezus het oor pakte en put the ear back on. Put it back. And deed het terug. Said, do you want it more that way or that way? En hij vroeg, wil je hem een beetje draaien? Wil je hem wat langer, kleiner? That's fixed now, that ear. That's what he did. En dat is wat Jezus deed. I've said this before, but it's true, isn't it? Ik heb dit eerder gezegd, maar dit is waar, toch? If you cut off an ear with a sword, als je een oor afslaat met een zwaard, there's only three options. Zijn er maar drie opties. Number one, nummer één, you are very good with a sword. Je bent of heel erg goed met een zwaard. Because to cut that ear off, om zo'n oor af te slaan, I have to know what I'm doing. Dan moet je echt weten wat je aan het doen bent. I don't think Peter did. En ik denk niet dat Petrus so that's the second option. Dus dat is de tweede optie. He was probably really bad with the sword. Dat hij juist heel slecht is met een zwaard. And cut it off by accident. En dat hij per ongeluk juist het oor eraf had. And said, sorry, I didn't mean to do that. En dat hij dan zegt, sorry, ja, dat was niet mijn bedoeling. Ik was but there's maar a third option. Maar er is ook een derde optie. Maybe the ear came right out here and he couldn't miss. Nou, misschien was het wel een heel groot oor en hij kon know. Gewoon we niet eens there. Missen. We zullen het nooit weten. But we know this. Maar we weten dit. Peter understood as a Jew exactly what Jesus was doing. Petrus wist precies als een Jood wat Jezus aan het doen was. When he washed his feet. Toen hij zijn voet aan het wassen was. Then the fourth verse. Which we will go back and read again now in Hebrews. Teruggaan om te lezen in Hebreeën. Have a look what it says. Kijk wat het zegt. Let us draw now. All this in mind. Let us draw now with sincere heart. Full assurance that faith brings. Laten we bij elkaar komen met volle verwachting voor wat hoop of wat geloof brengt. Having our hearts sprinkled to cleanse us from a guilty conscience and having our bodies washed with water. En ons hart hebben dus vol verwachting om schoongemaakt te worden van al onze schuld. What happens now is? En wat gebeurt er nu? The writer of Hebrews. Dat de schrijver van Hebreeën. Notice it's to the Hebrews. Vertelt aan de Hebreeën. Who were the Hebrews? Wie zijn de Hebreeën? They weren't coffee lovers, Hebrews. It wasn't God's coffee brand. Ze waren niet koffieliefhebbers. It was the Jews. Het waren de Joden. It's a letter to the Jews. Het is een letter aan de Joden. Who understood? Die begrepen. That now washing. Dat nu wassen. Cleansing. Reinigen. Is replaced by faith. Dat het vervangen wordt door there geloof. Are no more rituals. Er zijn geen rituelen meer. There's no more traditions. Er zijn geen tradities There's meer. No more trying. Er zijn geen proberen meer. It's just faith. Het is gewoon geloof. I'm here today. Ik ben hier vandaag. Because of faith. Vanwege geloof. Not because of some practice. Niet vanwege enig ding dat ik heb gedaan. But I had faith. Maar ik had wel geloof. When I became a Christian. Toen ik een christen werd. I was 17. Was ik 17. My life was out of course. It was wrong, going the wrong direction. Mijn leven was helemaal in de verkeerde koers. Ik deed verkeerde dingen. And I tried to do the Jewish thing. En ik probeerde het Joodse te doen. Maybe like some of you. Misschien zelfs zoals sommigen van to jullie. To get myself right for God without his help. Om mezelf goed te krijgen voor God zonder Gods hulp. So I practiced certain things. Dus ik ging verschillende dingen proberen. Hoping God would be happy. Hopend dat God misschien blij zou zijn. I stopped this, I stopped that, I didn't go there, I didn't hang out with them, I didn't do the other thing. Ik stopte met dit doen, ik ging niet meer met die mensen om en ik deed dit en zus en zo. All human effort. Alle menselijke moeite. But one day. Maar één dag. I went to church. Ging ik naar de kerk. And I heard the message of Jesus. En ik hoorde het woord van God. I came home. En ik kwam naar huis. I sat on the kitchen bench. En ik ging zitten op de bank. And I just yelled out to God. En ik schreeuwde uit naar God. It just went like this, Jesus, het God. Het ging gewoon zo, Jezus, God. If you're out there, als u daar bent, come into my life. Kom dan in mijn leven. And I will serve you the rest of my life. En ik zal u de rest van mijn leven and dienen. In a moment, en in dat moment, like a lightning bolt from heaven, zoals een donderschok van de hemel, a straitjacket was broken off. Was er iets helemaal van me afgevallen. And I was set free. En ik was vrijgezet. Because that's the gospel. Want zo is het evangelie. The gospel is you don't bring anything to the table. En zo werkt het evangelie. Jij brengt niets naar de tafel. He brought it all. Jezus heeft alles gebracht. God doesn't accept me. Jezus God accepteert ons niet. I accept him. Wij accepteren God. There's nothing I can do. Er is niets dat ik kan There's doen. No washing. There's no cleansing. Er is geen wassen, geen reinigen It's dat ik kan his doen. Work het is zijn that werk Jesus did dat Jezus heeft gedaan. That allows me to be right with God. Dat ik goed kan zijn voor God. By faith. Door geloof. I accepted Jesus. Heb ik God aanvaard.
But did you understand? Maar heb je het begrepen? Well, that's the funny thing about faith. En dat is het grappige over geloof. Sometimes you don't understand. Soms begrijp je het niet. You just know you need something new. Je weet gewoon dat je iets nieuws nodig just hebt. Just know it's time to change. Je weet dat het tijd is om te veranderen. And by faith. En door geloof. This is the gospel. Dit is het evangelie. Here's the good news. Hier is het goede nieuws. You and I will never be good enough. Jij en ik zullen nooit goed genoeg zijn. But Jesus was. Maar Jezus was dat wel. And as I accept him. En als wij Jezus aannemen. Through faith. Door geloof. Not washing, niet wassen, not ritual, geen rituelen, not traditions, geen tradities. Everything changes. Alles verandert. That is my introduction to the message. Dat is mijn introductie aan dit mooie boodschap, aan deze preek. Now I want to talk to you about faith. En nu wil ik met jullie praten over geloof. Faith is the only thing that wakes God up in the morning. Geloof is het enige wat God wakker maakt in de morgen. Can God be woken up in the morning? I don't know. Kan God wakker worden gemaakt in de ochtend? Ik weet het niet. Faith is the only thing. Geloof is het enige ding. That ignites God's power. Dat Gods kracht openmaakt. Faith is the only thing. Geloof is het enige that ding. That pleases God. Dat God blij maakt. Faith. Geloof. Not works. Niet werken. But my faith. Maar mijn geloof. So let's look through the Bible on faith. Dus laten we door de Bijbel heen gaan and over at geloof. The end one. En op de einde, I'll give de laatste, you the most important one. De laatste die ik zal vertellen is het meest belangrijke. First one is faith is a doctrine. Eerste is geloof is een leer. Jude 1:3 says, I had to write to you to urge you to contend for the faith that was once and for all entrusted to the saints. Hier staat in Judas, ik zie mij nu genoodzaakt u deze brief op te roepen om te strijden voor een geloof dat voor eens en altijd de heilige is overgeleefd. This faith is a doctrine. It's called the doctrine of faith. Het is de geloofsleer. It includes the Trinity. Het is die driehoek. The work of the scripture. Het werk van het van de Bijbel. You go to your webpage, you'll see it there. Ga naar je internetpagina, daar zie je het. Every church has a doctrine of faith. Elke kerk heeft een leer van geloof. And we're supposed to know that faith. En dat zouden we moeten weten. It doesn't change much. Het verandert niet veel. It just tells us what we believe. Het vertelt ons gewoon wat wij geloven. Interestingly, interessant genoeg. This doctrine of faith. Deze leer van geloof. For us is pretty much the same as every other church globally. Is eigenlijk van onze kerk bijna hetzelfde als alle andere kerken over de wereld. Our doctrine of faith. En onze visie is not much different to the Lutherans. Is niet veel anders dan to the Baptists, dan de andere christenen en andere to mensen. To all the other churches. Andere stromingen. Here's what's different. Weet je wat voor het anders is? Because people can come into a church like this. Maar mensen kunnen binnenkomen in een kerk als deze. It's all black. Het is gewoon zwart. There's lights. Er zijn lichten. God is the father of lights, so lights are good. God is de vader van lichten, daarom zijn er lichten. Blackness helps us see the light. Duisternis laat ons het licht zien. It's like a concert. Het is een concept. What's this? Wat is dit? This is not church. Dit is niet de kerk. Where's the cross? Waar is het kruis? Where's the statue of Jesus? Waar is het beeld van Jezus? Oh, let me help you with that. Laat me je daarmee helpen. Our doctrine is no different to anyone else's. Onze leer is niet anders dan de andere Listen, mensen. But the way we practice it is completely different. Maar de manier hoe wij het uitleggen is compleet anders. We are called the happy clappy Christians. Wij zijn de happy clappy christenen. Because the opposite is the depressed, morose, sad ones. Want het tegenovergestelde is de zielige achtergelaten. And I would rather be a happy clappy. Want ik ben liever een happy clappy than a sad depressed. Dan iemand die zielig en depressief is. But if you want to practice sad depressed. Maar als jij graag zielig en verdrietig wil zijn. Good luck to you. Succes daarmee. It's very unattractive. Het is niet echt fijn. Just saying. Ik zeg het alleen eventjes, hè. But it's about practice, not doctrine. Maar het gaat om de oefeningen, niet de leer. Here's the second type of faith. Hier is het tweede. Faith to believe. Geloof om te geloven. It says there in Matthew 9:29, then he touched their eyes and said, according to your faith it's done to you. En in Matthäus staat, daarop raakte hij hun ogen aan en zei, zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren. So he talks about us believing for great things to happen. Hij vertelt hier over ons geloven dat grote dingen gaan gebeuren. Friends, we have to get engaged with that. Vrienden, hier moeten wij over ingaan. You've had faith for salvation. We hebben geloof op redding. But now we have to have faith to believe. Maar nu moeten we geloof hebben om ook echt te geloven. Faith to believe good things are going to happen. Dat echte grote dingen gaan gebeuren. Faith to believe for miracles. Geloof dat wonderen gaan gebeuren. Voor heling. For God's power. Voor Gods kracht. We have lost all of that. We hebben het allemaal verloren. For some reason. Voor enig reden. We trust in other things. Zijn we aan andere dingen gaan geloven? I had a Scandinavian say to me once. Ik had een Scandinavische persoon ooit tegen What me is zeggen, it about our part of the world? Wat is het met ons gedeelte van de wereld? We don't see the miracles they see in other countries. We zien niet de wonderen die de andere landen wel hebben. In Africa, India. In Afrika of India. In other countries. Of in andere landen. We have no faith. Wij hebben geen geloof. I said no, that's not true. En ik zei nee, dat is oh, niet waar. Oh, we have faith.
Ja, wij hebben zeker geloof in Scandinavië. But our faith is in the system. Maar ons geloof zit in een systeem. That when we fall off the ladder. Dat als wij van de ladder vallen. That's a subtle one. When we fall off the ladder. Dus als wij van die ladder vallen. The ambulance will come. Dat de ambulance zal komen. There'll be trained paramedics. Dat er paramedische mensen zijn. They'll take us to the doctor. Dat ze ons naar de dokter meenemen. They'll do the right thing. Dat ze de goede dingen zullen doen. Because we have faith in the system. Want wij hebben geloof in het systeem. Let me help you here. Laat ik jullie helpen. Church life. Kerkleven is not about faith in the system. Is niet geloof in het systeem. It's about faith to believe for bigger things. Het is geloof hebben in grotere better dingen, things. In betere dingen. That's why we have opportunity to give sacrificially. En dat is waarom we kunnen geven. To give an offering. Een offer geven. Because it should ignite faith. Want het zou geloof moeten opstarten. When I was a young minister, toen ik een jong persoon was nog, I planted a church. Two actually. Had ik een kerk geplant, twee zelfs. By the time I was 20. We'd done that. Toen ik 24 was, had ik dat al gedaan. We became associate pastors in a large church. Toen werd ik pastor in een grotere kerk. Running a Bible college. En toen leidde ik een Bijbelcollege. And I was about 27 at the time. Ik was toen ongeveer 27. And there was a great man of God running that church. En er was echt een geweldige man van God die was die and kerk he had aan het just leiden. Built a brand new building. En hij had net een nieuw gebouw laten bouwen. In 3 weeks I'll be back there to preach in that church again. En in 3 weken zou ik daar weer spreken. And he had finished the building. En hij had het gebouw but he had run out of money. Maar hij had geen geld meer over. And he couldn't do anything. En hij kon niets meer doen. He couldn't put the paths down. Hij kon niets meer neerleggen. Hardly turn on the electricity. Hij kon bijna geen elektriciteit aan. But he was a man of faith. Maar hij was wel een man van geloof. He used to call me Wilson. Hij noemde mij Wilson. I felt Wilson. Like that basketball in the Tom Hanks movie. Ik voelde me net in de basketballer in die film. He would buzz the intercom. Wilson, he'd say, Wilson. Hij zei Wilson, Wilson. I mean, that's better than Errol's called me some names I won't even talk about. Dat is beter about. Dan hoe Errol mij soms noemt. I rushed up to his office. Ik kwam naar zijn kamer toe. Wat is er? And he was standing by the windows. His windows could see the whole ground. En hij stond daar bij het raam dat de hele grond kon zien. I was a young man. Ik was een jonge man training toen. Training up. Die nog aan het opleiden and in opleiding said, was. I'm believing God for concrete paths all around our new building. En hij keek en hij zei, ik geloof God dat hier allemaal beton komt om ons gebouw. Are you going to raise some money? En hoe gaan we dat doen? Geld? Get a bank loan? Of misschien lenen? No, didn't you hear me? Nee, heb je me niet gehoord? I'm believing God. Ik geloof God. It will be done for free. Het zal gebeuren gratis. Oh, that's nice. En ik dacht, oh ja, dat is mooi. I went down. Ik ging naar beneden. Got on with the work. Ik ging verder met mijn werk. About a month and a half later. En ongeveer een anderhalve maand I later. I come to work. Kwam ik weer naar werk. Concrete trucks everywhere. En er lag beton overal. Concrete paths going down. Betonnen paden daar zo. And when you have a big church, you don't build little paths like this. These are massive paths. En als je een grote kerk hebt, je bouwt niet van die kleine paden, maar echt ongelooflijk grote. I went to his office. En ik kwam naar zijn kamer said, toe. Said, what's going on? Wat is er gebeurd? You've got new paths. Je hebt nieuwe paden neergelegd. Did you get a bank loan? Heb je een lening gehad? Who gave you the money? Wie heeft je het geld gegeven? He said, I told you I believe in God for free. En die pastor zei, nee, ik geloof in God voor gratis. Well, I said, tell me the story. En ik vroeg, ja, vertel me het he verhaal. He said, about 3 weeks after we prayed about this. Ja, ongeveer 3 weken geleden. A young man came to me. Kwam een jonge man naar mij. He said, I've just found Jesus. Ik heb net Jezus gevonden. I want to do something for the church. Ik wil iets doen voor de kerk. But I have no money. Maar ik heb geen geld. The pastor said, what do you do? En ik vroeg, de pastor vroeg, he wat said, kan je doen? I lay concrete paths. En die man die zei, ik leg betonnen paden neer. He said, I'm believing for concrete paths all around the church. En de pastor zei, ja, ik geloof er betonnen paden door heel de kerk. But he said, like you, I have no money. Maar net als u heb ik ook geen geld. And the young man said, don't worry about it, pastor, it will be done. En de jonge man die zei, maak je geen zorgen, pastor, ik ga het doen. Alles gratis. About a month later. En nog een maand later. He called me to his office again. Riep hij mij weer naar zijn kantoor. And the car park was just a big hole in the ground. En zat een heel groot gat in de autoparkeerplaats. Like some sort of crater had hit. Het leek net of een meteoriet was ingeslagen. Massive hole. Een heel groot gat. And he said to me. En hij zei tegen mij. Wilson. Wilson. I don't know why he shouted at me. Ik weet niet waarom hij naar mij roept. Dat doet hij gewoon. Wilson. Will you pray that God will fill that hole? Ga jij bidden dat God dat gat gaat vullen? And we will have a car park. En dat wij een autoparkeerplaats gaan hebben. I'm a bit smarter this time, so I just said absolutely. En ik zei ja, ik was wat slimmer geworden. Ik zeg maar natuurlijk. And I walked away. En ik liep weg. Month and a half later. Ongeveer anderhalf maand later. I get to work. Ging ik weer aan het werk. Trucks are putting dirt in the hole. Waren er vrachtwagens zand aan het neergooien in het gat. I went up to the pastor. En ik ging naar de pastor toe. What's this? Ik vroeg wat is dit? He said. Hij zei. The local commune. De lokale communie. Is putting a road through. Legt hier een weg neer. But they had a hill they had to get rid of. Maar ze hadden een heuvel die nog weg moest. So they asked me. Dus ze vroegen mij. If they could put the dirt from the hill in that hole.
Of ze die, dat zand daar zo in die ene gat, dat God mocht neerleggen. And because that was unusual, en omdat dat misschien een beetje raar was, they said we will flatten it so you can park all the cars there. En dat misschien wat raar was, ging ik het gelijk plat maken, zodat je de auto's kan parkeren. True story. Echt verhaal. And I said, this is the dumbest thing I could have ever. I said, what did you say to them? Dit is echt het domste dat ik ooit gehoord heb. Wat heb je gezegd dan? He looked at me and said, oh no, not today. Nee, niet vandaag, zei de pastor. What do you think I said, Wilson, you idiot? Wat denk je, Wilson, dat ik gezegd heb? We miss that in our lives when we count on our bank balance, our work experience, the things we have, the systems around us. We need to step up. To believing faith. En als wij dat, wij hebben ook zo slecht iets als we niet geloven op God, maar op onze eigen geld en onze eigen dingen. In 2020. Let's do it again. Laten we het opnieuw doen. Here's the next type of faith. Hier is het nieuwe of the gift andere of type faith. Geloof. De, het First Corinthians 12:9 says to another he gives faith. In Korinthe staat aan een ander geeft hij geloof. What's a gift of faith? Wat is een gift van geloof? It's faith to believe above what is abnormal. Het is geloof om te geloven over iets abnormaals. Everyone should believe. Iedereen zou moeten geloven. And have faith. En moeten geloven. But there's some people in this crowd. Maar er zijn sommige mensen that in deze have extraordinary faith. Die extra groot geloof. You go the extra mile. Dat je de extra kilometer gaat. There's a gift of giving. Dat je die There's dat je a gift geeft. Of mercy. Dat je de gave hebt There's van genade. Prophecy. De gave van profiteren. And so on. En zo verder. This is the ability to do what is not normal. En dit is de gave om iets te kunnen doen wat niet normaal is. I tell you what, if I was sick. En ik zou je vertellen als ik ziek was. If I got sick. Als ik ziek zou zijn. I would hunt out the gifts of faith. Dan zou ik de mensen gaan zoeken die de gave Because hebben. Because they'll pray for anything. Want die zullen voor And iedereen bidden. And they will believe for it to be healed. En ze zullen voor iedereen geloven dat het Because genezen zal worden. Faith they have. Want die, dat geloof dat zij is hebben. Their gifting. Is dat ze gegiften hebben, gaven hebben. I find that amazing. Ik vind dat ongelooflijk. But not everybody has that. Maar niet iedereen heeft die gaven. So the next one dus de volgende is called the fruit of faith. Is het de vrucht van geloof. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Galatians 5:22. In Galaten staat, want maar de vrucht van de geest is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid en geloof. There's a big difference between a gift and a fruit. Er is een groot verschil tussen een gave en een vrucht. A gift is given to you by the grace of God. Een gift is gegeven door de genade van God. A fruit is sown, watered and nurtured till it produces its result. En een vrucht is geplant, verzorgd, water gegeven totdat het uiteindelijk resultaat geeft. It's a seed. Het is een zaad. That has to be planted. Dat geplant moet worden. So we are encouraged. Dus wij zijn hier bemoedigd. To plant faith. Om geloof te planten. Faithfulness. As a seed. Dat je eerlijk bent als een zaad. Love is a fruit. Liefde is een vrucht. Not a gift. There's no such gift in the Bible. Het is geen gift. Er staat niet in de Bijbel. There's no gift of joy. Er is geen gift van genieten. There's no gift of patience. Geen gift van rust. You have to keep planting, geduld. planting. Je moet planten. I meet some people. Ik ontmoet soms mensen. And they drag me away. En ze nemen me mee. To the dark corners of the church. Naar de donkere kanten van de kerk. And they say, I need to ask you a question. I need to say something. En ze zeggen dan, hey, ik moet je iets vragen. Don't do this to me today, because you won't get a good reply. En doe het niet tegen hem vandaag, want je krijgt geen goed antwoord. There's no love in the church. Ja, and then they look off into some space up there. En dan kijken ze ergens daar in die hoek. Waarom weet ik niet? The weirdest thing. Het is echt raar. And you have to say to them, love is a seed. En je moet dan tegen ze zeggen, liefde is een zaad. How many seeds have you sown? Hoeveel zaadjes heb jij gezaaid? How much are you watering the seed? Hoeveel water geef jij het zaad? I just don't have joy. Ja, ik heb geen vreugde Then in mijn leven. Sow the seed of joy. Dan plant het zaad van vreugde. Plant it. Plant het. If you haven't got any joy, als je geen vreugde hebt, follow me on Instagram. Volg hem op Instagram. You will have some joy. Dan zal je vreugde hebben. True story. Echt verhaal. Because that's part of who we are. Want dat is deel van wie wij zijn. Faithfulness. You might say, why do they keep telling me to turn up to church on Sunday? Dan denk je misschien, waarom vragen ze mij altijd om naar de kerk te komen op zondag? Because when you make that decision. Want als jij die keuze maakt. And you get the kids together. En je haalt de kinderen bij elkaar. And you get yourself together. En je krijgt jezelf bij elkaar. And you drive down to the church. En je rijdt met je auto naar de kerk. You are planting a seed. Ben jij zaad aan het planten? It's a seed of faithfulness. Een zaad van eerlijkheid. Yeah, but when I get here.
Als je hier komt. What does it mean? Wat betekent dat? Well, it means it looks better. Dat het er misschien beter uitziet. It looks better, bigger. Het ziet er groter uit. And it sounds better. En het is zeker beter geluid. Because the more we have, want hoe beter het is, the more people are impressed. Hoe meer mensen ervan onder de indruk zijn. They go, wow, this is a big church. Als hier komen veel mensen, dan denken heel veel mensen, wow, is een grote kerk. Mijn vrouw heeft een seminar gedaan laatst. In her church. In haar kerk. On how to get a big church. Om hoe je een grote kerk kan krijgen. And I thought I'm going to go and hear what she has to say. En ik dacht even, ik ga even kijken wat zij te zeggen heeft. Notes. Ik ga aantekeningen That's maken. What I do. Dat is wat ik doe. So I went in there. Dus ik ging naar mijn she vrouw stood toe. Up. This is true. She stood up. En ze stond op. She said she looked at all the people. En ze keek naar alle she mensen said, in het seminar. Here's the secret to a big church. Hier is het geheim naar een grote kerk. If you all came on the same Sunday, we'd have a big church. Thank you very much. Allemaal zouden komen op dezelfde zondag, zou ik een grote kerk hebben. Dank jullie wel. There you go. Hier zo. What are we planting? Wat zijn dan de planten? The seed of faithfulness. Het zaad van trouw. Are you planting that? Ben je dat aan het planten? You might be believing for great things. Je bent misschien in God aan het geloven voor grote dingen. But are you planting as well? Maar ben je ook aan het planten? You might have a gift of faith. Je hebt misschien wel de gave van geloof. But are you planting as well? Maar ben je ook aan het planten? But now I finished with the best faith of all. This is the most important one. Het laatste geloof waar ik het over ga hebben vandaag, de beste van allemaal. Found in this verse in Peter, I think it is. En hier staat het volgens mij in Petrus. It says this in 1 Peter 1:9. For you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. En hier in Petrus staat, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding. What is the greatest faith? Wat is het beste geloof, het grootste geloof? It's the faith when somebody connects with Jesus. Het is het geloof dat als iemand met Jezus connect. That salvation moment. Dat reddingsmoment. See this building here today. Zie dit gebouw hier om je heen. The musicians. De muzikanten op het podium. The atmosphere. De sfeer. What's that all about? Waar gaat het allemaal that over? That you feel goosebumps. Dat je misschien wel kippenvel krijgt. Have a nice day. Dat je een leuke dag hebt als je hier bent geweest. I'll tell you what it's about. Weet je, ik zal je vertellen it's waar het over gaat. It's about people here today. Het gaat om mensen hier vandaag. Who have no faith in anything. Die geen geloof hebben in iets. But you know you need a change. Maar je weet wel, hey, ik you moet know veranderen. It's time. En je weet, ik moet, het is tijd. And you need to have faith in him. En je moet dus geloof hebben in Jezus. You may not be a Christian today. Je bent misschien nog geen christen vandaag. And you've come to this church. Maar je bent hier wel gekomen vandaag. This is your moment. Dit is jouw moment. You may be backslidden today. Je zal misschien weggaan vandaag. Away from God. Of dat je weg bent geglipt van God. This is your moment. Dit is jouw moment. To experience that faith. Om die ervaring van geloof weer te You've krijgen. Tried to be good enough, je hebt misschien geprobeerd om goed te nuttig te zijn. Maar het was niet genoeg. Have faith today heb geloof vandaag. In him. In hem. Because everything we've done today want alles wat we vandaag gedaan hebben. Is, about the moment is over het moment. When some of you dat sommigen van jullie say, zeggen. I want to have faith in Jesus. Ik wil geloof hebben in Jezus. For the first time. Voor de eerste keer. That's what it's all about. En dat is waarom we dit allemaal doen. Jesus met een man. Jezus, he was blind. Had een man ontmoet. You can see that he was blind. Blind people they usually have a stick or somebody helping them. Die was blind en je zag dat hij blind was. Had een stok of zo. Not hard to tell. En het is niet moeilijk om blind te herkennen. Blind man came to Jesus. Een blinde kwam naar Jezus. And Jesus said to him. En Jezus zei tegen hem. What do you want me to do for you? Wat wil je dat ik voor je ga doen? That's a dumb question, don't you think? Dat is een domme vraag, denk je niet? Not really. Vragen? Because Jesus really wants to know what he wants. Want Jezus wil echt weten wat die blinde man wil. Imagine if the man had have said. Ik zie misschien voor je dat die blinde had gezegd. My donkey is dead. I need a new donkey. Mijn ezel is dood. Ik heb een nieuwe nodig. Would Jesus have said, oh, good one, mate. I'm just going to heal your eyes. Stop playing those games with me. Had Jezus dan gezegd, ah, goeie grap, man. Ik ga je ogen genezen. What would he have done? Wat zou Jezus gedaan he would have hebben? Given him a new donkey. Had hij hem een nieuwe ezel gegeven? But no healing of the eyes. Maar niet zijn ogen genezen. Because he's finding out what we want. Want God of Jezus zoekt what naar watgene wat wij willen. Wat willen wij? Change. Willen wij a new start. A new start. So this man says, I want to be able to see. Dus deze man zegt, hey, ik wil kunnen zien. So Jesus doesn't make his situation any better. Dus Jezus maakt zijn situatie niets beter. He spits on the ground. Hij spuugt op de grond. Makes some mud. Hij maakt er een beetje modder picks van. Picks it up. Pakt het op. And slaps it on his eyes. En slaat het in zijn ogen. Great. Top. I already can't see. Ik kan al niet zien. And now I look stupider as I did before. En nu zie ik er nog stommer uit dan dat ik hier voorheen uitzag. And Jesus said. En Jezus zei. Go wash in the pool of Siloam. Ga je wassen in het zwembad. This is a long way to walk. Dat is een lange weg as om te lopen. Down the road, dus als hij over die weg people loopt. Are watching him. Mensen zien hem. This is the blind man with mud on his eyes. Who would do that to a blind man? Dat is die blinde met modder over zijn gezicht. Wie zou dat ooit doen? Oh, that guy called Jesus. Ja, dat is die ene man die Jezus heet. And I'll tell you why.
En ik zal je vertellen waarom. Blindness is a common trait. You little sneaky thing there. She sneaked up there. This means get off the platform, basically. This blindness is common to all mankind. Deze blindheid is ervaren door iedereen of door veel mensen. Until you find Jesus. Totdat je Jezus vindt. Your eyes, you're blind. Je bent gewoon blind. You can't see. Je kan niet zien. You're probably feeling like that now. Je voelt je misschien zelfs zo, sommige van jullie. But the mud speaks of the world's crap all over your face. En die modder, dat is eigenlijk een vergelijking met alle spullen van de wereld. All the stuff of life on you. Alle dingen die je over het leven hebt meegemaakt. And he says, go wash. En Jezus zegt, was je zo. The man walks to the pool of Siloam. En die man die loopt naar het zwembad toe. Do you know what the pool of Siloam was? En weet je wat die zwembad van Polo was? It was a huge ritual cleansing pool. Het was één heel groot ritueel reinigingsbad. Hundreds of Jewish people were in there every day. Honderden Joodse mensen waren daar in elke dag. If you follow archaeology in Israel, als je een beetje de archeologie in Israël volgt, they are redigging the steps up of the pool of Siloam. Zijn ze nu van dat ene zwembad de trap naar beneden aan het opgraven. And this blind man walked down into this water. En die blinde man loopt in dat water. Up to his neck. Tot zijn nek. He puts his head in. Hij washes the muck of the world away. Hij was de modder van zijn gezicht. Comes up. En hij komt boven. And he can see. En alles van de wereld is van hem afgewassen. But he doesn't turn around and go out the way he came. En hij gaat niet dezelfde kant op als hij uit is gegaan. He walks out the other side. Hij gaat aan de andere kant van het bad naar buiten. A new person. Als een nieuw mens. And that's the work of salvation. En dat is het werk van redding. If you're here today, als je hier bent vandaag, and you know, en je weet, you're blind, dat je misschien blind bent, and covered in the stuff, en dat je overrompeld bent met spullen, dingen. You don't need to do ritual cleansing. Je hoeft je niet ritueel te reinigen. You just need faith in Jesus. Je hoeft gewoon alleen geloof te hebben in Jezus. Not asking you to know all about it. Ik vraag je niet om alles over Jezus te weten. Not asking you to understand it all. Ik vraag je niet om alles te begrijpen. But I'm asking you this. Maar ik vraag je dit wel. Do you recognize today? Herken je vandaag? I'm that man. Dat ik die persoon ben. I need to have faith. Ik moet geloof hebben. Faith in something. Geloof in iets. And that is Jesus. En dat ene is Jezus. So I'm going to pray in a moment. Dus we gaan zo bidden. And this is what I'm going to do. En dit gaan we doen. I'm going to count to the number three. Ik ga straks naar drie tellen. When I get to the number three. En als ik naar nummer drie kom. Those of you here today. Degene hier vandaag. Maybe you're not a Christian. Misschien ben je nog geen christen. Maybe you're backslidden. Misschien ben je wel teruggevallen. If you would say. Als je zou zeggen. I want to start again. Ik wil opnieuw beginnen. I want to reach out for a new opportunity. Ik wil uitgrijpen naar een nieuwe kans. I want to know Jesus. Ik wil Jezus leren kennen. I want to have faith in him. Ik wil geloof hebben in hem. Because I've tried. Want ik heb het geprobeerd. And when I count to three, dus als ik straks naar drie ga tellen. Just raise your hand. Steek gewoon je hand in de just lucht. Like that man who went to the pool. Net als die ene man die naar het zwembad ging. Just like a person stuck in the sea. Net als iemand die you raise your hand. In de zee zit. Let's pray. Je steekt je hand in de lucht. Laten we bidden. Father, we thank you today. Heer, dank u wel vandaag. For this word. Voor dit woord. That today we don't have to wash. Dat we vandaag onszelf niet hoeven we te wassen. We don't have the traditions. We hoeven geen tradities te doen. We don't have these things around us. We hebben die dingen niet om ons heen. We just have to have faith. We hoeven alleen geloof te hebben. And that's why it's called faith. En dat is waarom het geloof because heet. We don't always understand. Omdat we het niet helemaal begrijpen. That would be called knowledge. Dat zou kennis heten. Faith is reaching out to the unknown. Geloof is dan het naar het onwetende uitstappen. Here we go. Hier gaan we. 1. Maybe you're not a Christian. Misschien ben je nog geen christen. And you don't know Jesus. En weet je, ken je Jezus nog niet. This is your opportunity. Dit is jouw moment. 2. Maybe you're away from God, backslidden. Misschien ben je teruggevallen van God. Not walking with him. En niet aan het lopen met Jezus. But it's time to get right with maar God. Het is tijd om goed te gaan met God. Here we go. Hier gaan we. 3. Just 3. Lift up your hand. Hier steek je hand in de lucht. Thank you. Dankjewel. Thank you. Dankjewel. Thank you, thank you. Dankjewel, those dankjewel. Who know they want a fresh start, thank you. Dankjewel, degene die weten dat ze een nieuwe start start again, thank opnieuw you. Opnieuw start, dankjewel. Coming back to Christ. Dat je terugkomt bij Jezus. Thank you. Dankjewel. Many people responding today. Veel mensen die antwoord geven vandaag. Because this message want deze boodschap is the good news. Is het goede nieuws. I'll tell you the bad news. Ik zal je het slechte nieuws vertellen. The bad news is het slechte nieuws is you'll never be good enough. Dat je nooit goed genoeg gaat zijn. And that brings greater guilt. En dat brengt grote schuld. And greater problems. En grote problemen. Here's the good news. Hier is het goede nieuws. Jesus was good enough. Jezus was wel goed genoeg. He met all the requirements. Hij heeft alle dingen
op zich genomen. Just receive him now. Je hoeft hem alleen aan te nemen. Into your life. In jouw leven. Are there any others quickly now? Zijn er nog anderen? Steek snel je hand in. Join with these other people. Dat je deze andere mensen say, that's me. Bij wil zijn. Zeg dat ben ik. Ik wil goed zijn met God. Up the balcony, down on the floor. Op het balkon daar achterin. Right to the left. En links of rechts. Just raise your hand. Steek gewoon je hand in de lucht. Thank you. Dankjewel. Anybody else? Iemand anders nog? All right. This is what's going to happen now. Dit gaan we nu doen. I'm going to get Bart to pray a prayer with you. Ik ga straks voor jullie bidden. It's a prayer that we pray. En het is een gebed dat we bidden. Because often we don't know what to pray. Want vaak weten we zelf niet wat we moeten bidden. So those of you who raised your hand. Dus degene die jullie hand hebben opgestoken. This is your prayer. Dit is jouw gebed. Pray it with him. Bid het met mij. He'll pray and then you pray after. Ik bid en daarna zullen jullie na mij bidden. But to help you. En om jullie te helpen. The whole church will pray. Gaat heel also. De kerk ook mee bidden. All of us will pray. Iedereen zal samen bidden. Are you ready? Zijn jullie klaar? Thank you, Bart. Bid mij maar na. Heer, dank u wel. Dat ik hier mag zijn vandaag. In deze kerk. Om u te ontmoeten. En voor u te staan. Dat ik mijn geloof weer op u mag richten. Dat ik u mag aannemen. En dat u mijn beste vriend gaat worden. Dat u mijn zonden zal vergeven. En dat ik weer recht voor u mag zijn. Want ik ben niet goed genoeg. Maar Jezus was dat wel. Jezus is voor mij aan het kruis gegaan. Zodat ik mag leven. Wilt u mijn vriend worden en mijn leidsman? In Jezus' naam. Amen. Amen.